Goeiedag. Ja, het was een koude nacht in delen van het land. In het zuiden kwam het voor het eerst tot vorst aan de grond. En we zien hier ook het rijp op het gras. Verder een hele rustige ochtend in vrijwel heel het land. Kijk eens wat een vredig plaatje, deze twee zwanen in het water. Rustig en kalm, staat weinig wind. Dat gaat helemaal veranderen in de tweede helft van deze week. Dan krijgen we compleet ander herfstweer met veel wind en ook regen. En de temperatuur die gaat ook alle kanten op. Ik ga u dat zo laten zien. Laten we maar eens beginnen met de situatie zoals die op maandagmiddag is. Het hoge drukgebied dat nu voor het rustige weer zorgt, dat ligt boven de Noordzee, boven Nederland en het centrale deel van Europa. En het beeld was vorige week, toen ik wat verder vooruit keek, dat dit hoge druk gebied weliswaar iets naar het noorden zou gaan bewegen, maar wel heel prominent aanwezig zou blijven, waardoor storingen geen kans zouden maken. Nou, het ziet er nu naar uit dat het hoge drukgebied inderdaad naar het noorden gaat bewegen, maar verder naar het noorden gaat bewegen, met als gevolg dat lage drukgebieden wel dichterbij kunnen komen. Vandaag en ook dinsdag betekent het nog wel rustig weer door dat hoge drukgebied. Komende nachten ook wel weer wat mistkansen. Maar vanaf woensdag komen de depressies echt dichterbij. En we hebben hier een storing woensdagavond liggen boven België die naar het noorden gaat bewegen. En dat betekent dat het gaat regenen. Dat niet alleen. We zien ook die witte lijnen, de isobaren, dicht bij elkaar komen. Dat betekent dat het ook steeds harder gaat waaien. Er komt boven land over het algemeen een vrij krachtige wind te staan. Windkracht 5. Als ik de animatie weer in beweging zet, dan zien we dat die storing gaat passeren. En daarachter blijft het bijzonder wisselvallig weer. En ook die oostelijke stroming die blijft ervoor zorgen dat er toch wel veel wind komt te staan. En in het weekeinde dan gaat de temperatuur helemaal onderuit zoals het er nu in zit. En ook dan is het wisselvallig weer met misschien wel in het noordoosten dat er hier en daar een vlokje natte sneeuw wordt gezien. Ik sluit dat niet uit. De kans is nog niet super groot, maar het is toch wel aardig om het even te benoemen, om maar aan te geven dat het weerbeeld echt gaat veranderen. Nou, vanmiddag is het heel rustig weer. Vanavond en vannacht is dat ook het geval en kan er toch ook wel weer mist ontstaan. Ik ga er toch vanuit dat die minimumtemperatuur erg laag gaat worden, zo tussen 0 en 4 graden in het binnenland. En ik sluit niet uit dat het hier en daar weer tot vorst aan de grond gaat komen. Mistig kan het ook worden, met name in het noorden en oosten van het land. Maar ook elders is best wel kans op een mistbank. In de kustgebieden, daar blijft die temperatuur natuurlijk wat hoger als gevolg van de zee die daar in de buurt is. Het warme zeewater zorgt er toch ook voor dat die lucht daaromheen wat warmer blijft. Dinsdag overdag dan, in de middag, flinke zonnige periode bij temperaturen van zo'n 13 of 14 graden. En dat alles nog steeds bij een matig windje uit het oosten. Zwak tot matig is die wind zelfs. Er is niet veel aan de hand. In de ochtend wel natuurlijk hier en daar die mist die moet gaan oplossen. En dat betekent een grijze start. En ik sluit ook zeker niet uit dat in de oostelijke helft van het land er hier en daar de ruiten gekrapt moeten worden in de vroege ochtend. Dan woensdag. Dan beginnen we nog met flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe op nadering van de storing. Temperatuur 13 tot 16 graden. En dan donderdag opeens eventjes die zeer warme lucht die aanwezig is. 17 tot lokaal 20 graden, maar natuurlijk wel wat nattigheid. En op vrijdag gaat de temperatuur weer een vrije val maken. We zien dat hier gebeuren. In het noorden blijven we waarschijnlijk al onder de 10 graden. Als ik de pluim erbij pak, kunnen we dat ook heel mooi zien. Laten we maar eerst beginnen met maandag en dinsdag en woensdag temperatuur tussen die 10 en 15 graden. Dan gaan we donderdag omhoog. Vrijdag pieken we eventjes. En dan een vrije val van de temperatuur in het weekeinde. En bij temperaturen die zo rond de 5 graden gaan uitkomen. Als er dan wat neerslag valt, met name in het noordoosten is die kans aanwezig, kan er dus een vlokje natte sneeuw tussen zitten. Daarna overigens gaat die temperatuur gewoon weer omhoog. En is het eigenlijk wat dat betreft een eendagsvlieg, die koude lucht in het weekeinde. Nog fijne dag.